Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er weer zijn bij Os Lees voor Os. Een project dat we samen doen met Dat is Os en Boekhandel de Rijks. Mijn naam is Peter van der Wijst, ik ben werkzaam hier in een biep in Os, waar we nu zijn. We hebben elke week een voorlezer. Je ziet hem al zitten naast mij. Hè. Jullie mochten ook weer raden wie er naast mij zou komen zitten. Het is wethouder Thijs van Kessel, welkom. Fijn dat je er bent vandaag. We hadden hints bedacht dat soort mensen konden raden wie er zou zitten hier. Ik zal hem even voorlezen. Als vader van 4 jonge kinderen heeft hij ruime voorleeservaring. Zijn werk is vlakbij de biep, dat klopt. In zijn privécollectie staan veel boeken over kermissen en kermishistorie. Nou, mensen moesten raden wie dat zou zijn. We hebben elke week ook een winnaar. Die wint dit mooie osje. Het osje. Thuis ook natuurlijk een paar staan, ja. Denk ik. Bianca Rouget had het goed geraden. Of was een van de mensen die het goed had geraden. En zij heeft het osje gewonnen. Dus we zorgen wel dat het bij haar thuis komt. In Magaren. Oh, die woont in Magaren? Ja, ik ken al onze inwoners natuurlijk persoonlijk. Dus, ja. Nou, Magaren is ook gemeente Os, dus dat komt helemaal goed. We hebben weer een nieuwe prijsvraag, maar daar ga ik straks meer over vertellen. Eerst nog even over die hints. Vader van 4 jonge kinderen dus. Hoe oud zijn ze? Onze oudste zoon is 11. Dan hebben we nog een zoon van 10. En we hebben nog een tweeling, 2 meiden van 8. Oké, dus handen vol aan, denk ik. Het is een gezellig druk huishouden. Ja. En veel voorleeservaring dus. Want je leest veel voor aan de kinderen? Of, Natuurlijk nu ze wat ouder worden, proberen we de kinderen ook wel te leren dat zelf lezen ook ontzettend leuk is. En dat doen ze ook wel goed. Maar zo met het op bed leggen, vooral toen ze jonger waren en nu nog steeds wel zo. Als er 's avonds tijd voor is, dan wordt het toch wel enorm gewaardeerd als papa of mama nog even een boekje voorleest. Ja, heel goed. En wat vind je ook belangrijk om dat te doen, het voorlezen? Ja. Nou, je ziet toch wel dat tegenwoordig natuurlijk veel meer is via de televisie en PlayStation. En het feit dat je met een boek is geprikkeld wordt om ergens zelf over na te denken of je fantasie aan de gang te laten gaan, vind ik toch altijd wel iets goeds bij kinderen. Ja, heel goed. Je gaat zelf voorlezen zo. Ja, niet voor kinderen, maar voor een iets ouder publiek vandaag. Je hebt een boek meegenomen. Ik zie het al, het is van Midas Dekkers, De Larf. Waarom juist dit boek? Waar ik altijd wel, ik vind het altijd interessant om te lezen over historische dingen. Omdat je dan altijd ook wel geprikkeld wordt om daar eens over na te denken. Van hoe was het vroeger. Daarnaast vind ik het ook altijd wel leuk om een stukje humor en een keer te gniffelen om een boek. Ja. En ik moet zeggen, Miels Dekkers schrijft wel op een manier waar ik van de ene kant uitgedaagd word om op een prikkelende manier ergens over na te denken. Ja. En hij schrijft ook echt met humor. Dus ik kan hem als schrijver erg waarderen. Oké, en De Larf, waar gaat het boek over dan? Ja, het gaat over kinderen. En niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. En het opgroeien tot een volwassen individu. Ja. Nou, daar heeft hij wel een aantal humoristische en interessante bespiegelingen op. Oké, we gaan zo luisteren naar jou. In de hint zat ook nog iets over kermissen en kermishistorie. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, maar dan gaan we zo meteen, ga ik daar even meer over vragen. Dus, maar je mag eerst voorlezen. Succes erbij en veel plezier thuis bij het voorlezen van Thijs van Kessel. Nou, succes. Dankjewel. Nou, het is inderdaad Midas Dekkers uit het boek De Larf. En ik begin gewoon bij hoofdstuk 1. Buigen of barsten. Het grote verbaast zich over het kleine. Over een vlo die 100 maal... zichzelf omhoog kan springen en nog tijd overhoudt voor het verpesten of het verspreiden van de pest. Hoe hebben ze in zo'n lijfje een hart weten te frunniken en nieren en een snuit vol jeuk? We staan versteld van alle stofjes in een lichtstraal, alle wijsheid in een chip, alle weemoed in een traan. Hoe is het mogelijk? Het kleine verbaast zich over het grote. De bergen, de oceaan. Probeer je eens in te denken dat je een walvis bent. Hoe je je in gedachten ook opblaast, je wangen bol, je ogen krampachtig samengeknepen, het lukt niet. Te onoverzichtelijk. Net zo moeilijk als je in te denken dat je niet slechts de bestuurder, maar de vrachtwagencombinatie zelf bent. Aan 70 kilo vlees en bloed hebben de meeste mensen hun handen vol. Bij 100 kilo neemt de bestuurbaarheid al af. Maar bezien vanuit een mier zijn wij reuzen, goden, met ondergrondelijke wegen. Al was het maar omdat er in onze hersenpan miljarden malen meer grijze cellen passen dan in hun speldenknop.
Toch kunnen wij met ons reuzenverstand niet bevatten hoe een mier het klaarspeelt met dat greintje in zijn kop staten te bouwen en zo sociaal te zijn. Een reis naar een andere schaal is opwindend als een reis naar een verre planeet. De reisverslagen behoren tot de wereldliteratuur. Zo bleek Wonderland voor Alice een avontuur in haar eigen dimensie. Ze werd klein en weer groot en nog eens klein, tot ze kon zwemmen in haar eigen zee van tranen. Op Lilliput, een eiland aan de rand van de in 1726 bekende wereld, leek Gulliver, zonder te groeien, opeens een reus, te midden van het dwergvolk der Lilliputters. Maar ook in het echt bestaat de wereld uit duizenden verschillende werelden, elk weer anders, al naar gelang de afmeting van de bewoners. Al gelden er, op een andere schaal, geen andere wetten. Er is maar één heelal, er heerst maar één gedoogbeleid. Zuchten wij mensen onder de wetten van de zwaartekracht, die onze botten slijt en ons op de trap de adem beneemt, in de miniatuurwereld van een vlieg wordt die wet nauwelijks toegepast, maar kun je verdrinken in een druppel. In omvang lopen levende wezens 1000 miljard miljard maal uiteen. De grootste walvis is 1000 miljard miljard maal zo zwaar als de kleinste microben. Dankzij deze spreiding leven mensen, vliegen, microben en walvissen als regel zonder problemen langs elkaar heen. Vaak zonder elkaar ook maar op te merken, maar van tijd tot tijd steekt jaloezie op. Door de zwaartekracht aan de vloer genageld, moeten we lijdzaam toezien hoe de vliegen in ons huis bezit nemen van het plafond en de muren, waardoor ze 6 maal zoveel profijt van de kamer hebben als wij, de vloerbewoners, de wettige eigenaren voor wie het plafond niet veel meer is dan de verkeerde kant van de vloer erboven. Eigen schuld, we zijn te groot voor ons eigen huis. Vliegen blijven aan het plafond kleven dankzij hun zuignapvoetjes. Hoe groter een nap, des te beter zuigt hij. Met reuzennappen onder onze reuzenvoeten plakken wij 1000 maal zo goed aan ons plafond als een vlieg. Maar we zijn 1 miljoen maal zo zwaar en dat loopt slecht af. Zou een vlieg even groot worden als wij, dan overkwam hem hetzelfde. Als je groeit, neemt je gewicht altijd sneller toe, in de derde macht, dan je oppervlak, in de tweede macht. Je buitenste houdt je binnenste niet bij. Om onbekommerd tegen je eigen plafond te kunnen lopen, moet je een hoge prijs betalen. Je moet zo klein zijn als een vlieg. Over de consequenties daarvan heeft de plantenfysioloog Frits Wendt geschreven. Een mens zo klein als een mier zou zich nooit eens aan een vuurtje kunnen warmen. Ook het kleinste vlammetje is groter dan een mier. Wassen zou evenmin gaan, want geen waterdruppel is klein genoeg voor een mierendouche. En hoe doe je, wat u nu doet, een boek lezen? Als de mierenboekenpaginaatjes van kleinheid aan elkaar bleven plakken en er door gewoon licht, te kleine ooglensjes, niets van u tot uw mierenhersentjes doordrong. Toch bestaat er volgens de Amerikaanse entomologe May Berenbaum mensen die zich in gedachten zo klein als een mier kunnen maken voor de ultieme seksuele ervaring, vermorzeld te worden door een vrouw. Het is een hele aparte fantasie die tot het voetfetischisme behoort. Een crushfreak droomt ervan nietig te zijn als een insect en dat hij dan door de voet van een vrouw vertrapt en vermorzeld wordt. Er bestaan een aantal varianten op deze fantasie. Sommigen willen met blote voeten vertrapt worden, anderen geplet met een hoge hak van een glanzende pump. Veel fetischisten zien graag een vrouw op een klein wezentje trappen. Een insect vormt een mooi surrogaat voor de crushfreak. Zo bizar als deze onveilige manier lijkt, zo normaal is het voor veel mensen om hartstochtelijk stukjes van hun omgeving te verkleinen. Modelbouw is leuk om te doen, maar vooral ook om naar te kijken. Dit is een kwestie van perspectief. Jaagt het opblazen van insecten tot filmmonsters angst aan, verkleinen vertedert. Dat te verklaart de magie van modeltreintjes, tinnen soldaatjes en poppenhuizen. Zijn de bezoekers van het Rijksmuseum onder de indruk van de nachtwacht ontroerd, raken ze door de poppenhuizen uit de Gouden Eeuw. Zowel kinderen als volwassenen worden opgewonden bij het zien van de minutieus nagepriegelde grachtenpanden met echte gordijntjes voor de ramen en een echt kakdoosje waarop je echt zou kunnen kakken, als je klein genoeg billetjes had.
Thuis leven vaders en zonen zich uit op locomotiefjes waar echte rook uitkomt en dienstregelingetjes met echte vertragingtjes. Volgens Rudy Kousbroek draagt dit poppenhuissyndroom zelfs bij tot onze liefde voor de kat. Een kat is een geminiaturiseerde tijger. Een tijger gereduceerd tot schaalmodel. Beautifully detailed, highly finished en full of intricate detail. Wie staat het ook niet na om zijn opgetogenheid over de perfectie van de kat te uiten in exclamaties als: en hij kan echt miauwen en echt spinnen. De staart kan echt zwaaien en de ogen kunnen echt kijken. Alle liefde voor poezen ten spijt, is er maar één vertedering voor een schaalmodel universeel menselijk. Die voor een klein mensje. Het is onmogelijk om een baby te bekijken zonder opgetogenheid over al die vingertjes en al die teentjes. Zo klein en met echte nageltjes. Die onwillekeurig steeds weer worden nageteld. Het gekir rondom de wieg is van eenzelfde toonhoogte als dat bij een kinderfornuisje of poppenkraam. Een baby is een pop die echt leeft. Schaal 1 staat tot 4. En dan nog wel een pop die weet hoe hij zelf een mens op ware grootte maken moet. Anders heb je er niks aan. Zijn ouders weten niet meer hoe het gaat. Die hebben ze allang zichzelf in hun jeugd met 1,5 meter verlengd. Ze kunnen er inmiddels geen centimeter meer bij breien. Met geen mogelijkheid. De beurt is aan hun nageslacht. Maken mensen kinderen? Kinderen maken mensen. Mensen kunnen raketten maken en gedichten. Oorlog en vrede, auto's en roomijs. Maar een schaap of een varken is ze al te moeilijk. Daar zijn geen fabrieken van. Het eerste beste onderdeeltje, 1 haar, 1 zenuwtrekje, is ons al te moeilijk. Waar zou je bijvoorbeeld een krulstaart van moeten maken? Liever laten ze het werk over aan de biggetjes en de lammetjes. Die weten waar hun boer te stom voor is. Hoe je van melk en brokjes wol maakt. En sappige carbonades. Een eikel wordt een eik. Een eik een woudreus. Als we wisten hoe dat werkt, hoefden we maar dinky toys te zaaien om heuse Fiats en Landrovers te oogsten. Elk poppenhuis werd vanzelf een grachtenpand. Madurodam een wereldstad. Maar dat lukt niet. Nooit zal het Eiffeltorentje uit de souvenirwinkel opgroeien tot een flinke toren. Zoals je zoon tot een echte kerel en je dochter tot een lekker wijf. Dat heeft te maken met de manier waarop wij in een fabriek te werk gaan. Wij zetten de dingen in elkaar. Alle onderdelen van een auto worden meteen al op ware grootte aangeleverd. Zo'n product groeit wel, er wordt steeds meer aan toegevoegd. Maar een auto is het pas wanneer het werkt. Zolang er een wieltje in de versnellingsbak ontbreekt, heb je er niet veel aan. Nooit is een auto een autootje geweest. Een jeugd heeft hij niet gekend. Groei is een kenmerk van het leven. Wat niet wil zeggen dat iets doods niet groeien kan. Zout groeit aan tot steeds grotere kristallen. Stalagmieten en stalactieten druipen hele grotten aan elkaar. Ze nemen in omvang toe, net zoals een kind aan het strand een berg bouwt. Beginnend met een hoopje en dan steeds meer zand erop tot het een berg is. Omdat het zand de hele tijd aan dezelfde wetten van de zwaartekracht gehoorzaamt, blijft de berg in elk stadium een berg. Een zandkasteel kun je zo niet bouwen. 1 emmertje zand erop en je embryonale bouwsel is onherkenbaar. Wil je een kasteel bouwen met torens en transen, dan zul je van meet af op de uiteindelijke grootte moeten werken. Ridders groeien, kastelen niet. Kastelen breiden uit. Doodspul kan alleen zichzelf blijven bij het groeien als het eenvoudig is. Ideaal is een kegel die aan de stompe kant makkelijk tot een steeds grotere kegel uitgroeit, zoals de zandberg van een kind. Het opblazen van een ballon is een valse vorm van groei, evenals het opbollen van een warm waterkruik. Er wordt aan de ballon geen ballon en aan de kruik geen kruik toegevoegd, maar lucht of water. Om groter te worden, krimpt de dikte van het rubber. Hoe indrukwekkend een hete luchtballon er ook uitziet, het blijft veel lucht en weinig ballon. De natuur speelt dit valse spel alleen als ze haast heeft, vaak in noodgevallen. Dan zuigt een egelvis zich vol ter bescherming tegen een vijand
Of stuurt een aardappel in het donker een lange, waterige uitloper uit, uit honger naar licht. Maar dit zijn goocheltrucjes, vergeleken bij de kunst waarmee een biggetje zich omtovert tot een varken, een nootje tot een beuk, een kind tot een mens. Het geheim van de groei is het geheim van het leven, de cel. Als regel te klein om met het blote oog te zien, werd hij pas ontdekt in de tweede helft van de 17e eeuw, toen de microscoop goed genoeg was en Robert Hooke als hoofdexperimenten van de Royal Society in Londen met een pennemes, zo scherp als een scheermes, plakjes kurk sneed. Zo dun dat je er doorheen kon kijken. Kurk bleek niet massief te zijn, maar opgebouwd uit kamertjes, die Hooke deden denken aan de cellen van de broeders in een klooster. Later bleek al het leven uit cellen opgebouwd. Al deden veel ervan de onderzoekers meer aan belletjes, gaatjes, blaasjes of flesjes denken, dan aan kloosterkamertjes. Zo noemen ze dan ook, in hun potjes Latijn. Maar de naam cel was al lang ingeburgerd toen men erachter kwam hoe je cellen laat groeien. Net zo min als een klooster uitbreidt door de cellen te vergroten, groeit een levend wezen door zijn cellen uit te bouwen. Er zijn wel cellen die zich tot enorme proporties volstouwen, zoals het ei van een struisvogel. Maar dat zijn uit zijn voegen gebarste proviantkasten. Zenuwen kunnen met één cel een hele nek overbruggen, wat in het geval van een giraf of brachiosaurus een heel eind is. Maar die overbrugging is slechts een uitloper van de eigenlijke cel, die net zo klein is als een normale lichaamscel. Om te groeien maken planten of dieren hun cellen niet steeds groter, ze maken er steeds meer. Een groeiend weefsel is een breiwerk waar steeds weer nieuwe steken aan worden toegevoegd. Het verschil tussen onze trui en ons lichaam is dat een trui nooit meegroeit. Een kind groeit wel uit zijn trui, maar niet uit het vel dat eronder zit. Ook al wordt dat in een mensenleven 10 maal zo groot. Zouden je kleren net zo met je meegroeien als je huid, dan liep je nu nog op je babyschoentjes in je babytruitje rond. Het is net of er in je vel allemaal kereltjes overal steekjes zitten te breien. Zo breidt je lichaam er niet alleen cellen aan, maar ook erin. Hoe die nieuwe cellen ontstaan, daarover werden de geleerden het pas in de 19e eeuw eens. Eerst dachten ze dat elke nieuwe cel helemaal opnieuw in elkaar werd gezet. Of dat hij in een moedercel ontstond en als een kind werd gebaard. Een levend weefsel groeit evenmin als een klooster in zijn hoogtijdagen. Toen, cel na cel, vleugel na vleugel werden bijgebouwd, maar door deling van de cellen. Er wordt midden in de cel een tussenwand opgetrokken, tot er 2 kleine cellen zijn ontstaan, die elk weer tot de oorspronkelijke afmetingen uitdijen, voor ze zich op hun beurt ook weer delen. Groeit een klooster van buiten aan, als een trui, een kloosterling is van binnen gegroeid. Biologische groei is een vanzelf versnellend proces. Uit 1 cel ontstaan er 2, uit 2 4, uit 4 8, uit 8 16, enzovoort. Dit geeft groei de kracht van een explosie, die elk jaar in de lente weer te zien is in de tuin, waar tere kiemplantjes moeiteloos tevoorschijn komen uit een grond die alleen met hark en spa meester wordt. Boomwortels doorbreken de bestrating, klimop laat zich door een dak niet tegenhouden. Zou je het delen van cellen kunnen horen, dan zou op aarde een ondraaglijke kabaal zijn. Maar ook zonder geluid is deling van de cel zelf een dramatische ervaring. In een baaierd van zelfverwoesting, herschikking en vermenigvuldiging blaast eerst de kern zich op tot 2 delen en daarna de rest van de cel, die tegelijkertijd voortleeft en niet meer bestaat. Wat zet zo'n cel aan om zichzelf uit te wissen ter wille van zijn kinderen? Zelfzuchtigheid, opoffering is wel vaker niets anders dan gecamoufleerd eigenbelang. Zou een cel zijn massa willen verdubbelen zonder deling, dan krijgt hij te maken met hetzelfde probleem dat ons ervan weerhoudt als een vlieg tegen ons eigen plafond te kuieren. De wanverhouding tussen oppervlak en inhoud. Een 2 maal zo lange cel heeft een 8 maal zo grote inhoud, terwijl zijn oppervlak slechts 4 maal is toegenomen. Zet de groei door, dan krijgt de celinhoud het steeds benauwder. Een cel moet zuurstof krijgen voor de heksenketel van chemische processen die wij het leven noemen. Grondstoffen moeten worden aangevoerd, afvalproducten afgevoerd door een celwand die de groei van het chemisch bedrijf niet bij kan houden.
Een verstandige cel streeft ernaar om de verhouding tussen oppervlak en inhoud constant te houden. De cel mag niet te groot worden, maar hij moet groot genoeg zijn om zijn werk goed te doen. Inderdaad zie je dat vrijwel alle cellen, vrijwel alles wat leeft, ongeveer even groot is. Pakweg een honderdste van een millimeter. De natuur is van één maat cellen gebouwd. Ongeveer zoals het oude Amsterdam, waarin zowel het kleinste grachtenpandje als de hoogste toren uit even grote bakstenen zijn opgetrokken. Niets kan louter uit groei bestaan, ook de natuur niet. Zoals er dood is om het leven mogelijk te maken, kan er alleen groei zijn dankzij krimp. Voor elke mens, elke walvis, elke eik die opgroeit, zijn er twee gekrompen. Groeien doet u niet meer na uw twintigste. Krimpen waarschijnlijk des te meer. Als man zelfs dagelijks, elk uur, elke minuut. Elke minuut balt een man zich vele malen samen tot één cel, waarin heel zijn wezen is geconcentreerd, de zaadcel. Een monstertje man. Kleiner kun je hem niet krijgen. Vrouwen dragen het eencellig destillaat van zichzelf vanaf de geboorte bij zich in een voorstadium, waarvan er jarenlang elke maand één rijpt tot eicel. Afzonderlijk zijn de eencellige mannen en de eencellige vrouw niet lang houdbaar, maar als ze samensmelten is er daadwerkelijk een mens ontstaan in de kleinst mogelijke eenheid die het leven kent. Het zal vele jaren duren voor deze ene cel weer is uitgegroeid tot een reus van biljoenen en biljoenen cellen. Een nieuwe generatie die moet groeien om zich te klein te kunnen maken. Het is alsof elke generatie zich steeds weer door het sleutelgat van de ene in de andere kamer moet wurmen. Enige neiging tot omslachtigheid kan de natuur niet worden ontzegd. Wat is al dat gedoe goed voor? Waarom delen we ons bij de voortplanting niet gewoon als de eerste de beste platworm? Dat lijkt eenvoudiger, maar je moet er toch niet over nadenken dat je op een ochtend wakker wordt en er dan maar de helft van jezelf is. Heb je je hoofdhelft mogen behouden, dan moet je weer een kruis bij zien te genereren om de gedachten van je hoofd uit te kunnen voeren. Laat staan welke problemen je zou hebben als je nog slechts een onderlichaam was en je met je kruis een heel hoofd vol hersens bijeen moest sprokkelen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik kan hier nog urenlang uit voorlezen. Maar, ja. Andere keer misschien. Maar interessant boek. Ja, vind ik ook. We hebben het in onze collectie. Dus mensen die het willen lezen, die kunnen het lenen bij de BIEB. Dus die nu echt heel benieuwd zijn hoe het allemaal afloopt. Het is te leen. Ja, dankjewel voor het voorlezen. Hoe ging het, vind je zelf? Ja, ging goed ook trouwens. Nou ja, volgens mij. Ja, ik hoop dat de boodschap interessant genoeg was voor mensen om inderdaad eens dit boek of een ander boek van Midas Dekkers op te pakken. Ja. Ja, volgens mij heeft iedereen wel eens ooit een boek van Midas Dekkers gelezen. Hij heeft zoveel geschreven, hè? Maar... Hey, even over je werk nog als wethouder. Want ja, vier jonge kinderen, drukke baan als wethouder. Maar heb je zelf nog tijd om te lezen thuis? Schiet er dat een beetje minder, mee in? Minder dan mij lief is. Ja. Ja, ik merk wel dat vroeger had ik dan altijd wel zo'n boek op een nachtkastje liggen waar dan in een week of een maand mee ging. Ik moet eerlijk bekennen dat het boek waar ik nu aan het lezen ben volgens mij toch al sinds de zomervakantie op mijn nachtkastje ligt. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd welk boek dat is. Sapiens. Oh, van Hurari Yuval. Ja, precies. Die stond ook nog op het verlanglijstje en het volgende deel ook nog. Ja. Maar ja, het is, ik hou voor mezelf een soort bucketlist bij van dingen die ik na mijn pensioen ooit nog wil gaan doen. Ja. En daar staan ook een aantal boeken tussen die mocht de tijd er ooit zijn. Maar na je pensioen, dat duurt nog heel lang. Ja. Dus, of tijdens vakanties dat het Ja, maar goed, vakanties is natuurlijk ook weer... dan is het ook leuk om met het gezin en met de kinderen actief dingen te doen. Ja. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook gewoon niet de rust pak om eens lekker een half dag met een boek... ergens op een stoel te gaan zitten. Ja. Hey, dus wethouder zorg en welzijn. Hè? Voor de mensen die niet precies weten welke taken je dan hebt. Maar wat valt er een beetje onder zorg en welzijn? Wat je ziet is dat de gemeente Os. Dat heet Centrumgemeente. Wij regelen de zorg en het welzijnswerk voor heel Noordoost-Brabant. Dus het gebied tussen Den Bosch tot en met Kuik. En dan natuurlijk de ziekenhuizen en de huisartsen. Dat wordt vanuit Den Haag geregeld. Ja. Maar de thuiszorg, de wijkverpleegkundigen,
De WMO, de jeugdzorg, daar valt allemaal onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ja, dus ook jeugd- en jongerenwerk dus, hè? Ja. Integratie valt er ook onder, denk ik. Nou ja, en daarnaast, zeker nu, de GGD wordt ook georganiseerd vanuit de gemeentes. Dus ik zit als wethouder ook in het bestuur van de GGD. Nou, ik hoef denk ik niet uit te leggen dat in de huidige coronatijd daar druk genoeg het nodig aan de hand is. Ja, dat klopt. Ja. Maar ook jeugd en jongeren dus. Heeft ook even de link naar de BIEB dan, met lezen. Jongeren lezen slecht tegenwoordig. Hebben jullie bij de gemeente misschien projecten om jongeren aan het lezen te krijgen? Of is dat toch vooral onze taak bij de BIEB? Ik vind het, ja, dat is misschien een heel flauw antwoord, maar vooral ook iets van wat hoort bij de opvoeding. Bij de ouders. Ja. Ja. Nou zie ik natuurlijk sowieso wel dat waar wij, toen ik nog op school zat, je echt kennis uit boeken moest halen, zie ik bij mijn kinderen dat die al via Google en Wikipedia en YouTube ook op andere manieren wel kennis vergaren. Ja. Maar ik denk wat ik aan het begin ook al zei, dat het ook wel goed is dat een kind ook geprikkeld wordt om zelf eens een boek of begin eens met een stripboek. Ja. Te lezen. Nou ja, als gemeente kunnen we natuurlijk door de bibliotheek te ondersteunen het een en ander doen. Ja. En als BIEB kun je natuurlijk ook jezelf zo goed mogelijk bezighouden met hoe maak je het voor jongeren interessant of uitdagend. Maar uiteindelijk zijn het toch bij jonge kinderen de ouders die er ook iets in zullen moeten doen. Ja, precies. Ja. Hey, tot jouw takenpakket horen ook de kermissen en de carnaval, hè? Ik zei het net in het begin al even, je bent echt een kermisliefhebber, geïnteresseerd in kermishistorie. Waar uitzicht dat in dan? Heb je een hele boekenkast vol boeken over de historie van kermissen? Of ga je kermissen af? Of hoe? Nou, ik heb sowieso een vrij gevarieerde boekenkast, waar inderdaad ook een heel stuk een afdeling kermissen in zit. Yeah. Ja, ik moet van kleins af aan heb ik al iets van een fascinatie met het concept kermissen. Het feit dat er op een leeg plein in een dorp waar eigenlijk niks is, een dag naar de hand een mobiel pretpark staat, drie dagen lang het hele dorp lol, of de hele stad, en dan is het weer weg. Dat heeft zoiets fascinerends, dat ik me daar ook wel in ben gaan verdiepen van, god, hoe is dat historisch zo gegroeid? En, dan zie je wel dat er ook over de dat er blijkbaar meer mensen die fascinatie met kermissen hebben, die de moeite hebben genomen om daar boeken over vol te schrijven. Ja, nou, in Os heb je Peter Dame, Piet van Leijssel, natuurlijk echte kermisliefhebbers, dus jij hoort een beetje ook in dat groepje, zeg maar. Ja, dus je ziet dat het echt ook over de generaties heen, je ziet inderdaad een aantal mannen, Piet is daar een heel mooi voorbeeld van, die echt een heel archief heeft over de kermishistorie. Filmt alles. Ja. Ja. Tegelijkertijd zie je ook vooral op social media een aantal Ossenaren die heel actief alle nieuwe attracties volgen en reviews op YouTube zetten. Ik vind het wel mooi dat concept kermis toch echt van jong tot oud aanspreekt. Maar had je dan niet liever zelf op een kermis gewerkt? Is dan een logische vraag. Maar ik heb daar vroeger wel ooit gedacht. Wat ik wel, naarmate mijn betrokkenheid met de kermis gegroeid is, je ziet wel dat achter de façade van lampjes en bewegingen en muziekjes ook wel echt een heel hard leven schuil gaat. En ik ben zeker niet te lui om hard te werken. Maar als je ziet wat voor prestaties die mensen leveren, met iedere keer in de nachten opbouwen, afbreken. Ik weet niet of het een leven is wat aan iedereen besteed is, zeg maar. Nee, precies, ja. En ja, dus heb je nu natuurlijk extra zware in deze coronatijd. Je bent nu alweer bezig met het organiseren van de kermis hier in Os en in Bergen? Of we zijn sowieso al in de coronatijd, hebben we natuurlijk vorig jaar laten zien dat je in coronatijd best prima kermissen op een goede manier en op een veilige manier kunt organiseren. Nou, daarvoor blijven we in gesprek ook met de kermisbranche. Tegelijkertijd blijven we ook, want we hebben in Os ook best een gemeenschap van een aantal kermisexploitanten, kermisfamilies. Ja. We blijven ook vooral met die families in gesprek om ook te kijken van, hey, hoe kunnen jullie als Osse ondernemers vanuit de gemeente op de een of andere manier toch een stukje ondersteunen. Ja. Weet je, als we als gemeente daar een klein steentje aan bij kunnen dragen, doen we dat heel graag. Ja, je bent een carnavalliefhebber, daar heb je het ook alweer zwaar mee, denk ik, in deze tijd. Dus het zit allemaal niet mee, hè? We hebben ook daarin al heel snel met alle Ossen, gemeente Ossen, kermis, carnavalstichtingen, zijn we om de tafel gegaan van wat kan er wel. En ik ben eigenlijk wel trots als ik zie dat al die carnavalsclubs er toch geslaagd zijn om met alle coronabeperkingen toch best wel dat carnavalsgevoel een beetje over te brengen. Ja, dus er gebeurt veel online, denk ik, tijdens de carnavalstijd.
Ja, je woont zelf in Berchem, daar gebeurt ook veel op dat gebied dan toch, komend weekend? Ja, er, is, er wordt van alles in streamings en in digitaal georganiseerd. Je ziet dat heel veel huizen versierd zijn. Nou, ik zie bij ons thuis dat de kinderen toch net zo actief als ieder jaar aan het nadenken zijn over verkleden. En, nou, dat gevoel dat... dus je hebt er wel heel veel zin in, toch? Ja, als, absoluut. Nou, gelukkig, ja. Hey, misschien zijn er wel mensen thuis die, die vragen hebben, dan... kunnen die nu gesteld worden als iemand een vraag heeft aan Thijs? Thijs van de Techniek, die kijkt even of er misschien in je scherm nog... en anders heb ik nog een vraag aan de mensen thuis. Nee, dan zal ik even mijn vraag stellen aan de mensen thuis. Want we hebben vandaag bezoek van een studentenjournalistiek. Tilburg of Utrecht, welke in? Tilburg. En Tilburg. En die komt even meekijken vandaag hoe wij dat hier doen, Os Lees voor Os. En die wil misschien wel graag van de mensen thuis horen wat ze van dit initiatief vinden. Dus kan iemand daar thuis iets over vertellen? Dan weet ik toevallig dat Mirjam ook online is, die is elke week bij. Mirjam, wat vind jij van dit initiatief? Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik heb echt nu in deze coronatijd heb gewoon vast in mijn agenda staan. Er staan natuurlijk heel weinig afspraken in de agenda. Maar ja, donderdagochtend van 10 tot 11:30 is gewoon een vast half uurtje. En ik vind, wat ik ook zo leuk vind, dat ik nou ook mensen zie die ik eigenlijk niet ken. Thijs ken ik helemaal niet. Ondertussen heb ik heel snel eventjes bij de gemeente Os gekeken van inderdaad wat Thijs het pakket heeft als wethouder. Ja, dat is een aardige bijkomstigheid. En ja, ik vind het leuk dat Piet dit samen met de Rijks organiseert. Ja, ik ben een fervent lezer. En ja, voor mij kunnen niet genoeg boeken verkocht en geleend worden. En wil ik zelf ook zoveel mogelijk lezen. En ik krijg hier nu ook weer tips waarvan ik denk van, oh ja, dat is ook leuk om te lezen. Oh ja, dat vind ik ook leuk. Dus ja, ik vind het heel inspirerend. Ja. Dat is toch een mooi antwoord. Heb je er iets aan of niet? Ja, ik zie een duim omhoog, dus helemaal goed. Dankjewel, Mirjam. Ja, als er thuis geen vragen... Mirjam, heb je misschien nog een vraag aan de wethouder dan? Nee, op dit moment heb ik geen vraag. Is alles duidelijk? Ja, alles is duidelijk. Oh, helemaal. Ik ga me in ieder geval volgen als wethouder. Oké, okay. Zit je op Twitter en zo? Of op Instagram. Instagram, oké. Okay. En mocht je ooit een vraag hebben, dan mag je altijd bellen of mailen, Mirjam. Oké, okay, doe ik graag. Goed om te horen, ja. Dank Thijs dan voor jouw komst vandaag. Ik wou zeggen naar Os, maar je werkt hier bijna om de hoek natuurlijk. Volgende week hebben we ook weer een voorlezer. Ik heb weer wat hints en jullie mogen dan thuis raden wie dat is. En dan kunnen jullie weer dit mooie osje winnen. De hints. Het is een filmfanaat. En met wandelkuiten knipt ze maandelijks de kaartjes bij de Filmliga. En ze is lid van 3 leesclubs. Dus, heb je al een idee? Ik heb een donkerbruin vermoeden, maar ik zal het niet verklappen. Dus, we gaan het zien. Het goede antwoord kan gemaild worden naar mijn collega Annemarie. Op haar e-mailadres, en dat is aba@nobb.nl. Volgens mij zit Thijs het even in de chat. Dus aba@nobb.nl. Dus succes thuis. Volgende week donderdag zijn we er weer van 10 tot 10:30. Nu bedankt voor het kijken. En ja, Thijs, nogmaals bedankt voor het voorlezen. Nou, hartstikke leuk om te doen. Ja, en fijne carnaval. Dankjewel. Ja, en jullie thuis ook natuurlijk. Hoe dan ook. Ja.